Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Eén net uitgeslapen, nou wat gesproken vannacht. En ja, waar is hij nou? Waar is hij nou? En nu is de Niels aan het pakken met de bal. Papje. Ja. Goed, de hysterie van de vroege morgen. Het is vrijdag, dus we beginnen weer met een vlog. Ik ga even kijken of ik vandaag naar de kapper kan. Dat zou wel eens een keer leuk zijn, maar echt wel eindeloos niet geweest. En verder hebben we morgen gaan we op kraamvisite 's ochtends. Bij vrienden van ons, heel leuk. En zondag gaat Sven misschien met Niels naar Amsterdam voor iets voor zijn werk. Maar dat hangt er een beetje vanaf of papa of mama mij kan helpen met Eden. Dat hangt weer een beetje van het weer af. Dat is een gek verhaal, maar goed, whatever. Dat hangt af van of mijn moeders tennispartner wil tennis in de regen of niet. Verder hebben we nog niet zoveel plannen, geloof ik. Net de boodschap besteld ben, er was al een beetje laat mee. Ik wil vandaag misschien even weer een update opnemen van hoe het nu gaat. 6 weken na de operatie. Dus dat ga ik denk ik doen. Als ik naar de kapper kan. En anders wordt dat morgen misschien. Hallo een video. En eitjes. Nacht erin. Alles gaat er mist in. Nou. Eetjes? Ja, die moeten zo meteen. Ik doe even mijn theetje erin. Hallo met mijn video. Misschien hebben we nog in de wijk. Hallo. Pipitsch. Doei. Even de haren kammen. Ja, zit het goed zo? Mijn haar ook? Nee, mijn haar ook. Ja, dankjewel. Ja, goed zo. Wij eten een recept van Pick Up Limes. Het is iets met noedels. Ik zit even Pippi Langs kijken. Nee, die we gaan niet onder het eten filmpjes kijken. Ja, de kikker. Oh. Ja, die ook. Die moet je wel harder drukken hoor. Ja, deze ook. Of wil je deze? Nee, de vogel. Ja, oh, daar is de vogel. Oh, de kikker. Doet hij het? Goed zo. Kwak, kwak. En daar? Ja, dat is de aap. Wil je die ook? Hier, daar. Ja, hard. Ja, deze kan je niet op drukken. Kijk, dat zijn wel allemaal beestjes. Ja, komt geen geluid uit. Ja, kindje komt ook geen geluid uit. En het is echt nul geduld voor voorlezen of iets, maar geluidenboeken vindt ze dan wel weer leuk. Niet dat ze er verder geduld voor heeft, maar dat vindt ze prima. Maar op schoot zit en een boek voor is. En nee, 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 wat zien ze doen, PlayStation? Ja, deze met de pauw.
iemand Temptation Island, Temptation Island Vips kijkt, herken je dit geluid? Dat hoor ik iedere keer op de achtergrond, hoor ik een soort van pauw bij het kampvuur. Ik weet niet of iemand anders het ook heeft. Oh, daar gaat Bambi weer. Bambi gaat weer op pad. Nou, ze gaat naar de stoeiende mannen toe. Ik moet er even heen. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zitten in de auto. We gaan op kraampen zitten. Ik vermoed niet dat ik daar ga filmen, of in ieder geval niet in de baden. En verder hebben we nog geen plan vandaag. Dus daar kunnen we rustig over nadenken. We zijn met de auto, want het zou allemaal storm en regen en ik weet niet. Maar nou, zoals je ziet, is het zonnig. Het waait wel heel hard. Nou, 200 meter links afslaan. Ik ben... Oh, het kraam ziet was heel leuk, een lief babytje. Ik ben eventjes shirts aan het passen. Want ja, ik ben natuurlijk... Mijn lichaam is veranderd door de operatie. En daarbij ben ik ook wat afgevallen. Dus zeg maar, heel veel dingen zitten gewoon niet meer. We zijn echt... veel te groot. Nu heb ik ook, ik had dus nieuwe broeken gekocht, omdat ze allemaal te groot zijn. Even kan zien. Wacht, ik heb het misschien al zien. Oh, broeken te groot zijn. Nou, dit is een van de nieuwe broeken, maar even serieus, jongens. Ik zeg maar echt ongeveer 6 kilo stof over. Dit, ik heb hem echt, nou, ik heb hem nu 2 uur aan of zo. Zie je, het is helemaal, nou ja, ik kan hier gewoon echt nog 6 paar billen gewoon in doen. Het is gewoon echt vreselijk. En hier ook helemaal, nou ja. Dus heb je tips om dit nou, te laten krimpen? Ja, heel heet wassen, zegt ze dan. Maar hoe heet is heel heet? Ik heb geen idee. Let me know. Heb je tips? Zou heel fijn zijn. Want hier baal ik van, want deze is echt nog nieuw. Maar goed, ik ben dat dus nu ook even met shirts aan doen. Want iedere keer als ik een t-shirt wilde pakken, trok het aan. Dacht ik, ja, dit is echt 26 keer te groot. Het ziet er gewoon heel raar uit. Dus ik ben nu gewoon alles even aan het trekken. Let niet op de zooi. Aan het trekken om... nou, om te kijken hoe het zit. En in principe gooi ik zeg maar te grote shirts niet weg. Maar die leg ik even onder op de stapel. En dan leg ik de kleinere shirts bovenop. Dus dat ben ik nu aan het doen. Mijn grote vriendin, van wie we de verjaardag zijn vergeten, Mietens. Ineens dacht ik, oh, het is al 4 augustus geweest. En wie is er 4 augustus jarig? Dit is Fluffy Ball. Dus daar gaan we ook nog even wat voor vieren. Maar deze is 6 geworden. Maar zij bewaart de pile met kleding. Iedere keer als ik een shirt onderuit trek, wordt ze boos. Dus dat gaat goed. Maar goed, ik maak nu stapeltjes met wat past en wat te klein is. En dat leg ik dan onderop. En of te groot is, leg ik onderop. Yes. En sommige van die kledingstukken die ik dus nu ineens weer pas, zijn dus bijvoorbeeld deze. En deze droeg ik toen Sven mij ten huwelijk vroeg. Ik ga even kijken of hij het nog herinnert. Herinnert u deze nog? Ja. Ja, hè? Wanneer had ik die aan? Ja. Kijk jongens, dat weet hij gewoon, die man van mij. Grappig, hè? Die hadden we daar toen bij de Forever 21 gekocht. Dat weet hij, ja. De tester staan toch? Ja, deze dus. Zo, dat is gelukt. Volgende keer dit. Maar dit ben ik al content mee. Ik heb een shirt tot ridderoutfit omgetoverd met bijbehorende accessoires. Is dat je instrument? Ben je een zingende ridder? Ja. Muziekmakende ridder bedoel ik. En wat voor instrument is het dan? Het is een irauw. Een irauw? Nee, dit is een irauw. Een irano? Ja. Wat kan je daar precies voor muziek mee maken? Kijk, daar zitten wat plaatjes in, dat moeten een ander soort instrumenten zien. Hallo? Dat is de verrassing. Heb je weer een verrassing? Nou, hier is ze in de ballenbak, de ballenbak zelf wordt... Oh, daar zijn we! En nee, hier is dit, de ballenbak zelf wordt gemaakt. Maar wij gaan eerst dus, die kenen. Hey, dit is ook lekker, hè? Ja. Niels is in de ballenbak nog steeds en wij zijn in de delen. We gaan even bij de kinderafdeling. Gaat als een speer. Is het een sudden high?
Nu kan het geluid hoor. Ik had eerst een sushibak eruit slopen. Ik lig even uitrusten. Waar ik bij de IKEA moest wat plank hebben voor onze kast. Dat was eigenlijk al heel lang de bedoeling, maar ik dacht het zal wel. Maar nu dacht ik nee, het irriteert me. Ik ben aan het opruimen. Ik wil gewoon dat dat ook gefixt is. En ze moesten wat verse van die speciale zakjes hebben voor zijn eten. Dus dat hebben we even gehaald en nu lig ik even. Sorry, ik gebruik mijn beer altijd als steun voor alles. Het is niet zo van ik kan niet slapen zonder knuffel, dat is totaal niet geval. Maar ik gebruik deze beer voor als hoofdsteun. Goed, dat geheel terzijde. Maar goed, anyhow. Dus we zijn even naar IKEA geweest. En nu zijn Niels en Sven nog eventjes naar de supermarkt toe. En ik lig nu weer even te liggen. En ondertussen ben ik even vooruit aan het werken voor de site. Want dat moet ook gebeuren. Voor de vakantie. Ze hebben een lekker paté taartje met ze gemaakt. Dus ze zitten alle snoepjes er nu vanaf te smikkelen. Hammer turns. Was het lekker? Ja? Goed zo, je haar Job. Ik heb net daar een extra plank gedaan en daar beneden. En ook in mijn kledingkast heb ik een extra plank gedaan, want het stort er allemaal net in. Het is mijn vak met joggingpakken. Alleen, nou had ik dus, in dit stuk had ik één plank en ik heb er dus nu twee. Dus hier zitten mijn korte broekjes en rokjes. Die moet ik nog even netjes doen, maar ik moest opschieten voor het eten. Hier zitten mijn joggingbroeken en hier mijn truien. Alleen, dit zijn nog meer truien. Oh, sorry. Alleen, dit zijn nog meer truien. Dus hier moet ik nog eventjes naar kijken. Nou zou je kunnen zeggen, je kan wat truien wegdoen, maar... Ik vind echt... Ik leef thuis in chillpakken. En ik vind het dan... Ik denk, ja, maar die trui vind ik ook fijn. Die trui vind ik ook. En de ene dag heb ik zin in een capuchon. En de andere dag heb ik zin in iets anders. Dus ik vind dat altijd een beetje lastig. Dus ik ga er even over nadenken. Deze tante heeft uitgeslapen tot 7:45. 7:45 moet die gekken horen. Wat een feest. Ja, nu heb je honger. Komt eraan. Een vriendinnetje van mij appte dat ze in de buurt is. Dus ik ga even een bakje met haar doen. Tot zo. Ja, dat is heel gezellig, want ik zie haar niet zo vaak. En ik heb geen mascara op, want ik heb toch een beetje het gevoel dat ik een ontstoken oog van die kleine schatje baby heb gekregen. Niels zit even in een tentje te slapen. En Elin is door haar huisobsessie van vanmorgen enigszins uit de ritme, maar... Komt vast goed, ergens. Onder het motto verdeel en heers is Sven nu even met de kids naar de glasbak en het oud papier. En ruim ik hier op. Normaal doen we het eigenlijk andersom. Simpelweg omdat ik natuurlijk niet zo goed kan bukken nog. Maar ik heb wel het gevoel dat het steeds beter gaat. Dus dat is één, dat is wel fijn. Maar ik heb nu gewoon alles met de Swiffer op één hoop gedaan. En vanaf daar alles op de bank gelegd. En dan alles opgeruimd. Nou, dat is ook een methode natuurlijk. Ik bedoel, hè? Mini mooi moet slim zijn, zei ik altijd. Maar het is maandag en ik heb een deel van de dag gewerkt. En ik ben naar de fysio geweest. En even de rituals en de ethos. Ik heb deze refill voor de handzeep, zeg maar. Deze geur vind ik zo lekker. Ritual of Dow. Dit is echt mijn allerlievelings. En deze vind ik ook heel lekker. De Ritual of Sakura. En ik heb zeg maar ooit zo'n van mijn moeder. Die had dat een keer meegenomen op vakantie. Ik zeg, oh mag ik dat hebben? Zo'n klein zeepompje. Want in ons toilet hebben we zo'n heel klein randje. Kijk, hier zo. En
En daar past dit echt perfect, want die grote die passen daar gewoon niet. Überhaupt passen hier nauwelijks... überhaupt passen hier nauwelijks zeeppompjes op, zeg maar. Ja, of je moet hem hier zitten, maar dat vind ik echt... Als je hem hier zit, is het toch mega onpraktisch. Het zit onder het zeep. Dus deze heb ik hier altijd staan. Kreeg ik zo'n kleine Sakura en die heb ik in de badkamer gezet. Dus dat. En ik heb even deo voor Sven. Ik heb even mascara's voor mezelf als 1+1 gratis. En deze heb ik altijd mee op vakantie. Dat zijn de Lash Sensational van Maybelline. En dan de waterproof en de gewone. En ik heb zo'n face wash, neem ik altijd zo'n kleintje mee op vakantie. De Rituals. Dit is het Velvety Smooth Cleansing Foam. Volgens mij heette die vroeger anders, maar maakt niet uit. Een nieuwe wimperkruller, want mijne ging eraan. En ik zag deze voor 50%. Dus dat gaan Sven en ik lekker vanavond doen. Zo'n Animals maskertje. Geen idee, ben benieuwd. En nog deze. Dit is een soort nep tangle teaser. En dan een kleine. Want ik gebruik eigenlijk altijd een normale borstel op vakantie. En mijn tangle teaser laat ik altijd thuis. Dus omdat ik die groot en onhandig vind voor in de tas. Maar ik merk dat ik het eigenlijk lekker vind om haar daarmee te kammen. Zeker na het. Na het wassen. Oeh, mijn buik liggen voelt altijd nog een beetje gek. En ik borstel het haar van Elin en Niels ook altijd mee. Zeker Elin heeft, Niels heeft sowieso vrij veel haar, maar ze zit niet zo vaak in de klit. Maar Elin heeft altijd wel van die klitjes onderin. Gewoon, ja, ze heeft natuurlijk al best wel lang haar, maar het is nog wel heel fijn. Dus het gaat heel makkelijk in de knoop. En daar vind ik zo'n tangeltje er wel heel fijn voor. Want zo'n babyborstel, ja, dat haalt er echt geen klitjes uit, kan ik je vertellen. En met zo'n andere borstel vind ik eigenlijk te hard. Dus ik ga deze proberen van Zenner. Ik heb geen idee. We gaan het gewoon testen op vakantie. En ja, dat is het voor dit weekend weer, denk ik. Volgend weekend gaat Sven met de kids bij zijn broertje slapen. Als een soort spontaan ontstaan idee. En dat gaat nu gebeuren. Dus dat is wel leuk. En dat betekent dat ik een avondje alleen ben. En... dat is ook wel leuk, want dan ga ik met twee vriendinnetjes nou ja, eten of borrelen of stappen. Iets in die richting. Ik weet niet precies wat, niet heel wild. Want van de, mijn beste vriendinnetje, haar zoontje, is volgende week ook jarig. Dus dat hebben we de zondag, dus daar gaan we ook nog heen. Maar de zaterdag gaan we dus even iets doen. Ga ik dus even iets doen met drie vriendinnetjes. Of met twee vriendinnetjes, met z'n drieën. Je snapt hem. Voor mijn verjaardag, want dat had ik maar bedacht dat het wel een goed idee zou zijn. Ik weet niet of ik het verder nog ga vieren. Ik ben dan jarig als ik op vakantie ben. Daarvoor ga ik het sowieso niet vieren. Daarna hebben we meteen een bruiloft in Frankrijk. Dus tegen de tijd dat het een weekend is, denk ik niet dat ik het nog ga vieren. Dus dan is dit wel een leuk excuus om het eventjes mini te vieren met vriendinnetjes. Goed, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. Dankjewel, doeg!